Jongens, gefeliciteerd. 7-0 voor Achilles, hoorde ik. 7-0? Alle goals van Achilles? Ja, nu niet meer. Dat mochten ze wel, hè. Maar we hebben gewoon 5-2 gewonnen. En ja, het voelt heerlijk zo. Doet het je wat, scoren tegen je oude club? Ja, natuurlijk. Het is, ik denk dat, dat het is, dat je, het is iets waar je van droomt. En als het dan ook nog uitkomt, dan is dat natuurlijk super. Dat je allebei tegen je oude club scoort. En op zo'n moment een belangrijke wedstrijd. En ja, dat is natuurlijk heel mooi, ja. In de heenwedstrijd scoorden jullie allebei voor Achilles. Had je verwacht dat je ooit hier nu al had kunnen staan? Ja, toen niet. Toen hebben ze me voor alles uitgemaakt wat kon eigenlijk. Maar ja, er is gewoon heel veel gebeurd. En het is jammer misschien hoe het is gelopen. Voor Achilles, voor de club, voor de supporters. En voor jou, ja, ook voor mensen binnen Achilles. Maar ja, ik denk dat wij hier echt goed op ons plek zitten. We zijn super goed opgevangen door spelers en supporters. Ja, het voelt gewoon lekker om hier te zijn en hier te voetballen. Ja, spelers zullen het ongetwijfeld begrijpen, jullie overstap. Maar de supporters misschien niet. Hebben jullie daar last mee gehad? Ja, ik heb zelf niet meer veel mensen van Achilles gesproken. Die zijn hier natuurlijk hartstikke goed opgevangen. En ja, de negatieve geluiden heb ik eigenlijk zelf heb ik niet gehoord. Heb jij daar last van gehad? Nee, ik ben bij hun. Er zitten altijd voor een training zitten altijd wat. Oude supporters zitten bij Achilles in de kleedkamer, achterin. En daar ben ik even langs geweest en ik heb gewoon het verhaal uitgelegd hoe het precies heeft gezeten. En ja, die begrijpen het volkomen. En niet alleen voor mij, maar ook voor Niek Verstegen en voor Niels Wouters. Wij hebben er gewoon eigenlijk met z'n tweeën en met de trainer eigenlijk alles aan gedaan dat wij nog een half jaar het seizoen hebben afgemaakt. En daar zijn ze ons dankbaar voor. En dat wij daarna de stap hebben gemaakt naar Travis, ja, ze hadden liever iets anders gezien. Maar ze begrijpen het wel. En dat, ja, ik heb vandaag ook eigenlijk niks gehoord. En ja, zo hoort het misschien ook. Dus ik ben er blij mee. Stel dat Achilles degradeert, zouden jullie er een traantje om laten? Nee, ja, je speelt niet voor de treffers. En ja, wat er gebeurd is, dat is gebeurd. En daar heb je geen invloed meer op. En het wordt natuurlijk moeilijk voor Achilles om zich te handhaven. Maar het enige wat telt is dat wij ons zo snel mogelijk veilig spelen. En wat er voor de rest gebeurt, dat is niet zo belangrijk. En hoe denk jij erover? Ja, eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Ik vind het wel natuurlijk jammer voor bepaalde voor mensen binnen Achilles. Maar een paar ook weer helemaal niet. Dus ja, het is een beetje dubbel. Ik focus me gewoon lekker op treffers. En wat Niek zegt, wij moeten gewoon zorgen dat we zo snel mogelijk inblijven. Dus dit was een mooie wedstrijd dat we 3 punten pakken. Want dat is ja, voor ons nu heel belangrijk. Als je kijkt wat supporters organiseren, dit wil je toch gewoon volgend seizoen ook meemaken? Ja, precies. Het is jammer dat dan de derby er waarschijnlijk niet meer is. En ja, zulke wedstrijden wil je heel graag meemaken. Maar ik heb hier tegen Sparta, dit is mijn tweede thuiswedstrijd, en hier tegen Sparta, toen vond ik het ook wel al een goede sfeer. Dus ik denk dat dat ook kan zonder derby. Succes, jongen. Dankjewel. Dankjewel.